Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Afgelopen nacht is een regengebied over het land getrokken. Maar inmiddels wordt het vanuit het zuiden geleidelijk aan droog en dan breekt soms ook even de zon door. Er waait een veelal matige wind uit het oosten tot zuidoosten, kracht 3 of 4. Vanmiddag volgen er vanuit het zuiden weer een aantal buien en het kunnen stevige buien zijn met kans op onweer. Verder is het tamelijk zacht voor de tijd van het jaar: het wordt 18 tot 20 graden. En er waait dan een overwegend matige wind uit zuidelijke richtingen. Ook vanavond nog een aantal buien, mogelijk met onweer. Later wordt het geleidelijk aan droger, maar vooral in de kustgebieden blijft nog kans op een enkele bui. Dan morgen: vrij veel bewolking, maar af en toe ook wat zon. Het wordt een graad of 17. En verder komt verspreid een enkele bui voor. Er waait een zwakke tot matige wind uit de zuidwestelijke richting. Dan de dagen daarna wordt het eigenlijk rustig herfstweer geleidelijk. Er valt mogelijk nog een enkele bui, vooral op de donderdag en de vrijdag. De middagtemperatuur ligt dan rond de 15 graden. Vanaf zaterdag is het overwegend droog met zonnige perioden, maar bij een vrij stevige oostelijke wind wordt het niet veel warmer dan zo'n 14 graden. Ik ben Ben Langkamp van Weerblaza.nl.